Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer, jullie enige echte zeep! Terug bij een nieuwe aflevering van Final Fantasy 9. In de vorige aflevering zijn wij teruggegaan naar Madame Sari, want we hebben de bomen hebben gehad en er stond een hele rare rode vent die heeft ons geholpen en daarna wou die vechten en die hebben wij verslagen en die wou toen dat we hem afmaakten en toen hebben we hem laten leven en ja, laten we maar verder gaan. Dus we hebben de stenen weer teruggekregen en volgens mij konden we dat equippen aan Zelda, want dat heb ik nog niet eens geprobeerd. Nee, dat kunnen we dus niet. Dus er zal het wel iets zijn voor Shawny, maar daar komen we dan later wel achter. Verder hebben we hier weinig te doen, dus laten we maar teruggaan naar de Lyfatree, mocht Kuja tevoorschijn komen. Dus... of moeten we nou eerst terug naar... wij moeten eerst Shawny ophalen. Oh, 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 Shawny en de Towler, die zijn nog eventjes teruggegaan naar die... plek... geval... ding is dat... hok wat huisje is, denk ik zo, hoop ik zo, zal wel goed zijn zo. Maar goed, laten we daar dan maar eerst even naartoe gaan, want dan ben ik helemaal vergeten. Mijn fout natuurlijk, dat zullen jullie wel denken, want ik maak heel erg vaak foutjes. Jeetje, wat ruïnes zeg. Ik vraag me af, hoe heb je hier in godsnaam zo lang kunnen leven in je uppie? Als zesjarige, hallo. Bedankt voor het redden van Shawny. Graag gedaan. Geef me wat rust. Geef me mijn MP terug. Geef me mijn HP terug. Dankjewel. Oké, dus we kunnen nou eigenlijk zeg maar dan hier teruglopen. En dan komen we hier dus weer bij de Moogles. En dan gaan we eventjes gelijk kijken waar dat, Shawny mee bezig is. Ze is al de hele tijd stil. Sepi, mag ik je iets vragen? Mijn opa, mijn grootvader heeft me verteld om niet de stad te verlaten totdat ik 16 zou worden. Maar ik wil echt met jullie mee. Dat wil ik echt. Denk je dat het oké is als ik het dorpje achterlaat? Ja, maar natuurlijk, we laten jou hier toch niet alleen achter. Ik bedoel, serieus, ga met ons mee. Vergeet wat je opa zei. Luister, het maakt niet uit wat ik zeg. Je hebt al je keuze gemaakt. Heb jij niet iets te zeggen tegen haar, Towler? Huh? Sorry, Zepi. Moet dit nou? Herinner je je nog wat je mij hebt geleerd in de Lyfatree? Je zei dat je niet tegen jezelf moest liegen. En ik probeer ook eerlijker te zijn met mijn eigen gevoelens. Dus dat zou je eigenlijk ook moeten doen, Shawny. Wijs woorden, Towler. Ik wist dat je het kon. Ik ben mijn eigen advies vergeten, Towler. Dankjewel. Ik zal deze juweel dragen als een oorbel. Is dat oké, Zepi? Als jij dat goed vindt. Dus we hebben Memory Earring. Nou, we hebben die equipment. Shawny, ik denk dat Morg even met jou wil praten. Oh god. Kupo? Kupo? Wat? Denk je dat ik boos op je ben? Ik ben super kwaad! Je bent weer weggegaan! Je zei, je had me beloofd dat je dat niet meer zou doen! Wat zou je nou doen als ik weer wegga en in problemen kom? Kupo. Oh, nou, gelukkig zijn we allebei in orde. Je bent altijd lief tegen Mok, of niet, Shawny? Ja, we zijn beste vriendjes. We zijn allebei op dezelfde dag geboren en we zullen altijd samen blijven. Ik bedoel, hier, dit lintje wat ik heb, dit is onze vriendschaplintje. Mok heeft het gegeven. Mok. Heb je dat lintje nog steeds dat ik je heb gegeven? Kupo. Hey, kijk, een lintje. Ja, dat is degene die ik heb gegeven aan Mok. Maar hij is nog te groot voor haar. Maar wanneer dat we allebei hele mooie vrouwtjes zijn, dan zullen ze allebei dragen. Kupo. Dit is een vrouwtjesmoekel met een zware stem. Oh, oh, oh. Ik maak de grootste fout, maar dat maakt niet uit. Misschien dan, Zepi. Wil je met me dansen? Zepi. Ik wist niet dat Mok een meisje... Dit klopt precies. Ik wist niet dat Mok een meisje was. Oeps. Impastem? Oh god. Ik vraag me af waar Zelda heen is gegaan. We zijn... all by ourselves. Dus laten we op zoek gaan naar Zelda. Volgens mij is hij richting de Edeljonwal gegaan. Dat weet ik niet zeker. Dat hoop ik tenminste wel. Want anders heb ik geen flauw idee waar dat ze Zelda uit zou gaan hangen. En wat hebben we hier?
Ik hoor een liedje. Zelda? Wilma B? Oh nee, wacht. Die zit nog in Alexandria. Helemaal daar beneden. Zelda, ben je daar? Zeepie. Het is oké. Je mag blijven zingen, want het is ons nummer, of niet? Ik ben eigenlijk een beetje verrast dat je dit plekje gevonden hebt. Maar je hebt talent om een bandiet te zijn, dus waarom zullen we niet opteamen? Ik bedoel, we kunnen ons een leuke naam geven. The Beat Roadheads, of iets in die trend. Mijn talent is misschien wel goed, maar mijn naam niet. Oké. Okay. Je bent echt eens geworden deze dagen. Als ik dat ben, dan moet ik het van jou hebben gekregen. Nah, ik bedoel, het is alles omdat jij gewoon het... Ja, je wou het allemaal leren, dus... Nee, het is omdat je bij me gebleven bent. Zonder jou kon ik nog niet eens bij Limblum komen. Laten we ze... bij wijze van... Echt, Limblum nog niet eens laat staan, een nieuw continent. Alles wat ik heb geprobeerd op mijn eigen was echt een faal. Eén grote faal. Ik kon nog niet eens mijn moeder stoppen. Ik ben heel vaak ben ik bijna moed opgegeven. Je hebt me zoveel geholpen. Niet alleen jij trouwens, maar ook alle... Ja, Towler, Shawnee hebben ook geholpen bij de Live Tree. Arion was ook heel erg handig toen we dus het continent waren aan het zoeken. Wilma B, Leora G en zelfs Beatrix op het einde, wie ik dacht dat dat onze vijand was. Ik ben het niet vergeten. Ik wil geloven dat iedereen in orde is, maar soms lukt dat gewoon niet. Ach, iedereen is in orde. Maak je daar maar geen zorgen over. Ik hoop dat ik kan leven met hoop tot iedereen die mij heeft geholpen, dat iedereen in orde is. Ik bedoel, je hoeft je niet zo verantwoordelijk te voelen, Zelda. Maar dat doe ik juist wel! Niemand wil dat je je zo voelt. Ze hebben het niet alleen voor mij, vooral voor jullie gedaan. Ik bedoel, iedereen volgde zijn eigen route, toch? Oh, wacht, dat was mijn stem weer. Maakt niet uit. Zijn eigen route? Wat? En jij dan? Wie, ik? Ja, sorry, ik deed net jouw stemnaam, dat vond ik leuk, maar... Waarom ben je met mij meegegaan? Hey, dat is een zin van Ibsen. Ibsen? Wie is dat? Ibsen is een karakter van een toneelspel, maar hij is als een echte, serieuze avonturier, dus... ik denk dat zijn toneelstuk is gebaseerd op zijn avonturen. Ik denk dat het zo ging. Oh god, verhaaltjes tijd, alweer. Ibsen had een goede vriend genaamd Colin en die werkte samen ergens in Treno, weet ik veel. Op een dag, Ibsen die had een brief gekregen en de brief was zo nat geworden van de regen dat het bijna niet meer te lezen was. Het enigste wat hij kon lezen was, kom terug thuis. Nou heeft hij een luchtschip en alles, maar toen was het echt heel erg moeilijk om te reizen. Hij wist niet of hij terug kon komen. Hij had wat tijd over en heeft zijn spullen gepakt en is toen op reis gegaan naar huis. Hij heeft 1000 kilometers, weet ik het allemaal nog meer, gelopen door de mist heen. Soms was hij aangevallen door gevaarlijke monsters, maar hij heeft het gehaald. Omdat zijn vriend Colin bij hem was. En toen, na een lange tijd op de weg, heeft hij Colin iets gevraagd. Waarom ben je met me meegegaan? En? Wat was Colin zijn antwoord? Alleen omdat ik mee wou gaan. Ach, is dat niet romantisch? Hey, kom op! Give a guy a break! Serieus! We volgen er al nou bijna 20 uur in dit spel. Zoiets. We hebben even een ruzietje gehad, maar... Dat ze... Ja, maakt niet uit. Zeepie? Ja? Ik... Ja? Ja? Zeg het! Zelda? Zeg het eens. Kun je het liedje niet horen? Huh? Ja, het is dat liedje. Hoe kan dit? Wie is het aan het zingen? De zonsondergang maakt de edeljong wel... Het ziet er naar uit alsof dat een vuur staat. Ik heb dit eerder gezien. Wat? Waar?
flashbacks. Creepy. Begin een beetje meer te snappen, denk ik zo. Zelda? Zelda, wakker worden, kom op! Het is geen tijd om te slapen. Maar ik denk dus dat Zelda van Madame Sari is en gevlucht is met haar echte moeder. En dat ze zo in Alexandria is gekomen. Maar goed, waar is de Towler? Hij slaapt, ik wou hem nog niet wakker maken. Oké, dus... Ik heb bijna geen herinnering van mijn jeugd. Ik heb er nooit eigenlijk over nagedacht. En trouwens, niemand heeft het me ooit verteld. Ik ben opgevoed in Alexandria, maar dat was toen ik 6 was. 6? Maar waar was je daarvoor dan? Voordat ik 6 werd, denk ik dat ik hier was, in Madame Sari. Wow. Ik kan me nog niet alles herinneren, maar ik bedoel, sommige dingen die, ja, zit toch een beetje in een dikke mist. Maar ik herinner me wel één ding. 10 jaar geleden heeft er een gigantische euro... Gigantische orkaan. Goed zo. Een gigantische orkaan deze stad geraakt. Dat is alles wat ik me kan herinneren. Die dag was ik met mijn echte moeder op een klein bootje ver van het dorpje af. Ik bedoel, er is maar 1 uitgang hier onder Shawnee's huis. En die boot waar ik... Ja, het was precies dezelfde boot. Het komt allemaal toen ik dat liedje hoorde op de boot. Toen herinner ik het me weer. Dat liedje was van Madame Sari, dus... Daarom is waarom dat niemand het anders het kent. Oké, er begint steeds meer duidelijkheid in te komen. Hoe ben je naar Alexandria gegaan dan? Hoe komt het dat je een prinses bent geworden? Hoe komt het dat jij geen seminaroren hebt? Dat weet ik allemaal niet. Maar misschien kan dokter Todd mij dat vertellen. Er was een mevrouw die mij had beschermd toen de storm... toen de boot bijna omviel in de golven. Mijn echte moeder, mijn biologische moeder, is gestorven op die boot. Dus de vrouw die ze dacht dat haar moeder was, was iemand anders en haar echte moeder was al dood. Zelda is 2 moeders kwijtgeraakt. Jee. Damn, dat is duister. Ik herinner me dat ik elke dag hier ook ging bidden bij de Edeljongwal. Jij ook! Jij bidt hier toch ook, Shawnee? Ik ben zo blij dat ik het me weer herinner. Zelda! Welkom thuis! Ik ben zo blij om weer terug te zijn. Wat? Ik besef me eigenlijk dat ik nou niet meer alleen ben. Ja, ik heb een beslissing genomen. Sepi, Zelda, ik wil met jullie mee. Ik ga mijn belofte breken met mijn opa, maar ik wil graag mee. Trouwens, opa zei altijd tegen mij om eerlijk te zijn tegen mezelf. Nou, ik weet niet wat de toekomst houdt. Maar ik wil wel het eindigen waar ik hiervoor gekomen ben. Dat wil ik ook. Laten we met z'n allen gaan. Kom mee, Zelda. Laten we met z'n allen gaan naar binnen. Oké. Jeetje. Dit is een diep verhaal. Dus Zelda is vanaf 6-jarige leeftijd met haar echte moeder toen weggegaan.
en opgevangen door een andere moeder, die is allebei kwijtgeraakt, maar... Die komt dus hier vandaan, via die gigantische storm die 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Wow. Ik weet nog steeds niet wat ik moet doen. Misschien als we Kutje hebben verslagen terug naar Alexandria? Opa, ik zal snel terug zijn! Oh, je gaat met ons mee? Hé? Hey, waarom de treurig gezicht? Nee, niks. Mijn gezicht is altijd zo. Mok gaat ook mee. Mok! Kupo. Nog steeds. Ik kan me nog steeds niet denken bij mijn eigen van... Oeps, foutje. Maar we houden gewoon die stem gewoon aan. Waarom ook niet? Lady Shoni. Nou, niet vergeten dat je altijd een thuis hebt hier in Madame Sari. Ik bedoel, laat je gedachten niet een zware last worden. Je moet altijd vrij zijn en blij zijn en dingen van die dingen. En de gedachten aan de Edoion, die zullen altijd in je hart blijven. Iets in die trend. Hallo, wat nu weer? Och, kijk nou toch eens. Wat nu? Wil je nog meer hebben? De winnaar leeft. De verslagen sterft. Je kent de regels. Jouw acties gisteren waren nogal raar. Vertel me, waarom heb je me niet vermoord? Ja, dat is een rare vraag. Ben je zo boos dat ik je heb laten leven? Ik sterf liever als een vechter, als dat ik leef als een bidder, als een smeker. Waarom ga je dan niet met ons mee? Zeepie! Waar ben je mee bezig? Volg ons en misschien snap je het wel. Ik bedoel, je bent goed in gevechten. En we kunnen wel iemand gebruiken. Ik bedoel, we vechten tegen een man, we zoeken een man, we willen een man verslaan. Hij is zo onvoorspelbaar. Zij iets? Oké, dan. Ik zal eens kijken wat ik kan vinden wat jou zo sterk maakt. Wat is je naam? Noem maar zoals je wil. Lani noemde je Roy, of niet? Dit heeft niks te maken met Roy, maar ik denk dat ik voor D-E-S-T-I-N-Y ga. Destiny van Destiny CNL has joined the party. Joepie! Sommigen noemen mij de Flaming Destiny CNL. Oké, dat is wel een mond vol, maar we noemen jou Destiny. Dus hoe meer hoe beter. Laten we gaan. Ik bedoel serieus, Koetje zal wel op ons laten wachten. Dus nu krijgen we de keuze van waar zetten we Destiny neer. We zouden met ons gewone team kunnen gaan. Maar we zouden dus nou ook Destiny met ons mee kunnen nemen. En aangezien dat wij nou dus zeg maar twee white mages bij ons hebben. Zeg ik op mijn beurt dat we Shawnee heel eventjes toch maar hier neer moeten zetten. En tot we Destiny maar heel eventjes dan wat screentijd gaan geven. Dus we zullen het goed gaan doen. Volg mij. Wees blij. En de volgende stop is de Lyfatrie. Zij bij zij. Of iets in die trend, weet ik veel. Verzin zelf iets. Maar goed. Dus we hebben nou Destiny bij ons. En we moeten dus terug naar de Lyfatrie. Maar laten we eens even kijken naar de equipment van Destiny. Destiny die draagt sowieso, die komt met de Cat's Claws die Chakra kan leren en counter. Chakra is een geweldige aanval. Chakra die zorgt er namelijk voor dat je HP kan healen en MP kan healen tegelijkertijd. Nou, dan hebben we hier dus zeg maar nog Counter, Bright Eyes en Undead Killer. Je hebt ook Maneater en Insomniac en al die dingen. Maar om gelijk drie dingen te leren, dat is een van de beste dingen. Counter duurt het langst om te leren, maar dat zal hij altijd leren met zijn main wapen. Beast Killer, die leert hij nog niet, dus die laten we mooi staan. Stone Killer en Bird Killer, die laten we ook mooi eventjes staan. Alert en HP plus 10%. Dan gaan we heel eventjes de een en ander equippen. Ja, het maakt eigenlijk nog heel weinig uit, omdat hij moet nog heel erg veel leren. Maar ja, we hebben dus nu Destiny Sin in onze party zitten. En ik geloof dat die earrings tot ook Zelda die kan dragen. Dat weet ik niet zeker. Fairy earrings. Of is dat een key item dan? Laten we even kijken. Ja, het staat allemaal nog... Ja, memory earring, hier staat die.
Oké, dus geen equipment. Ja, al die nieuwe dingen, daar krijg je een kleine beschrijving, maar die vond ik een beetje zinloos. Maar goed, met dat wil ik het eigenlijk gaan laten bij deze aflevering. Dus in de volgende aflevering gaan we richting de live tree, gaan we kijken hoe sterk dat Destiny wel niet is. En ja, hij heeft ook weer een downgrade in de HP gekregen, maar dat maakt niet zoveel uit dus. Maar goed, we gaan dus even kijken of we een kutje kunnen vinden, kijken hoe sterk dat Destiny is. En ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Of een vraag over deze aflevering? Laat het weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter. Als je daar tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Bedankt voor het kijken, jongens. Doei!